Goedemorgen, het is iets over zes. We zijn hier op Charleroi Airport. Of Zandvoort. Wat een klootzak allemaal. Van de leverancier van Nederland, de Maxus leverancier, bevestigd in... Hey, Frans. Bevestigd in Os. Gereden door de bocht van een prachtige, mooie Impala. Nou, dan ben ik weer, hè. Goedemorgen. En een eeuwenoud circuit. En ik snap niet waarom al die mensen door het beeld moeten lopen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Wat een onbeschofte luid. En ik ben het nu alweer helemaal beu. Recreational karting. Of indoor karting. That you can call yourself Mickey Mouse or something. And when you call yourself Mickey Mouse. Circuit Fully Venezia. No English. Yeah, you speak English. No English. When I was a blonde lady, tall with big tits, you speak English. Verhaal over roodkap. Nou, ik heb camera gerust, kijk. Dat is niet te laat voor, want hij staat al een uur op. Er is niks zo veranderlijk als een karting. Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, als de zon weg is, ja, dan wordt het meteen anders. Dan is, bijna... Nee, ik zei, er is niks zo veranderlijk als een karting. Nee, ik zei niet, er is niks zo veranderlijk als het weer. Oh, ja, maar dat klopt. Dat heb je gelijk. Ja. Heb je er ook een beetje ervaring mee? Nee. Stop even. Nou, die had met die Duitse renleider afgeschrokken dat hij Spasgeer mag, hè? Ja. Die let ze rennen. Dat is let ze rennen, Spasgeer. Ja. Nou, wij zullen, dat moet ook. Dat is ook niet. Tegen mij mag je in het Nederlands reden. Ja. Especially in the maintenance, because the team engine, academy and under 18. Some driver, possible race for here. Like an amateur. Maar dat is wel een ding niet opgenomen. Ja, we staan hier in Wakker. Werkersdorf. En Antoine, als eerste wil ik je natuurlijk hartelijk bedanken voor deze uitnodiging. Om ons geheel kosteloos hier naartoe te laten komen. Ja, ik vind het inderdaad ook super dat jullie kosteloos hier naartoe komen. Hey! Nou, Anton heeft zijn cash al verdiend. Die verdient overal geld mee. Ja, behalve met kaarten. Goed, Erik, je rijder wil niet praten. Hoe ging het met hem vandaag? Zeg alsjeblieft dat het kut ging. Sjoerd, wat ga je doen? Sjoerd! Wat ga je doen? Moet je nog afrekenen, Sjoerd? Nou, dan hopen we dat Arjan er toch nog even bij wil komen. Oh, ja. Even, want die zit nu even een beetje een lullige klosje te poetsen. Dat hij denkt van, nou, dan kom ik niet aan de beurt. Kom even in het beeld. Normaal gesproken zie je hier niet mee lopen, dat is echt. Heb je zin op het groovy party? Ik vind het een ongelooflijk mooie party. Ja. Is het niet een beetje te modern voor je? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, je bent een Belg. Ja, maar ik ben een hele moderne Belg. Oké. Okay. We hebben groenten, we hebben tomaten, een heel klein likje mayonaise en aardappelen. Maar, meneer Dorrestein, is dit nou wat je eet als voorgerecht? Nee, dit is een snoertje, hè. Voor wij gaan we straks. Dat is niet gedaan. Kunnen we dat beter niet zeggen voor de kamer? Nou, dan doen we dat maar niet. Maar bij ons is iedereen altijd welkom hoor, ook al delen ze een paar tikken uit. Nu ga je me toch niet vertellen dat je meneer Dorrestein zijn voorgerecht aan het opeten bent, hè? Sally, zij zijn de afgelopen twee dagen allebei dezelfde richting opgereden. Ja, dat klopt, ja. We zijn elkaar niet eens tegen. Nee, het was zo vreselijk donker daarbinnen. Jan, hoeveel levert dat nou op in tijdswinst, zo'n illegaal zuivertje? Nou, ik denk een half tiende, meer niet. Maar ja, we proberen het, hè. We zitten geloof ik een half tiende uit elkaar, dus dan heb je gewonnen. Je probeert maar gewoon, man. Ja, dat doe ik helemaal leuk wel. Lukt het ook? Nee, dat dan weer niet.
Je mag niet gesleuteld worden, hè. Alleen banden wisselen. Ja, dat is gesleuteld, hoor. Ja, je Sjoerd klimt met het RTL weer. Er is een zware depressie op komst. Gelukkig hebben we een cameraman. Die ook al zacht naar de mouse. Beter succes. Albert, sorry. Nee, ben jij helemaal in de war. Nee. Dat knippen we eruit. En mijn bij de stemming. Bij het CIK. Toen had je je stem nog. Toen had ik mijn stem nog goed, ja. Oké. It's under 18. Under 18. You gonna say category? Yeah. I'll say category. Are I'm you? It. Yeah, what is the category? Under 18, you're awesome. Under 18. Dat heb je vrouw ook gesloten, denk ik. Ja. Ja, van harte welkom bij Cult TV. Ik heb er weer zin in. Hebben jullie er ook zin in? We gaan naar onze eerste bellen. Menno. Menno uit Zeeland. Menno. Ja, je bent aan het bellen, hè, dus je moet niet in beeld. Vierig, jongen, die neemt allemaal alleen maar hoeren. Ah, nee. Dat vind ik een tijdje wat net zo. Ja, check toch. Ik ben heel En welk buitenland? Ik hoop VK. Of de VK, dat is van te vanaf. En hoe moet dat nou met de liefde, als je zoveel verhuisd bent? Nou, dat begin ik niet aan. Daar begin je gewoon niet aan? Nee. Dat is ook heel gemist natuurlijk. Dat wel, ja. Nu staat Arno hier achter de camera. Die heeft wel wat tips hoe je een relatie kan onderhouden als je veel weg bent. Nou, vertel Arno. Nou, vertel Arno. Wat dan? Ah. Picture? This is Albino. Picture. Yeah, this is not a still picture. This is a moving picture. Really, okay. So we have to move then. Fantastic. Yeah. Nou, vertel, hoe moet je dat nou niet doen? Oh, nee. Dan is het niet leuk meer. Hey! We gaan daar naartoe. We gaan daar naartoe waar we altijd bier krijgen. Wat is hier de bedoeling? Ah, van iets van Meetjen? Of de... Ja, van een Meetjen, een beetje neuken. Ik ben een kies op. Neuken, net betalen. Jeffrey, hoe is die? Ik ben alweer. Wil je nou echt rijden of heb je zoiets van de camera? Oh, zeker. Heb je zo'n goed. Ik denk dat ik van Michael nog heel veel kan leren. Moet ik hier nou weer mee? Jezus. Nee, maar nu wordt het echt gezellig. Team wel dan. Goedendag aan de Nederland matches. Beetje. Ik ga weg. Nou, we zullen in ieder geval eens even beginnen. Hey, heb jij ze niet, Jan? Ja, maar het is wel heel goed. Dat is hem, hè? Ja. Hoe komt hij thuis, anders gaan we met ons mee. Ja, maar kom maar goed. Hoor. Dat is een leuke aanbod. Ja, zeker. Ja, doe.
zijn Fransen, die komen hier speciaal naartoe om een handtekening van Michael Schumacher te doen. Dat dacht ik. Naar die erger. Johnny, even lul. Hallo, Susanne. Wie geht? You're not, you're English? French, oké. Okay. Ouais, un petit peu le français, le... Sorry? Yes. Deze, ik ben ook gewoon een lul tegen hem. Klopt helemaal. Niet lachen. Ja, helemaal. We nemen het toch nog even, want we hebben er gewoon scheid aan. Wij hebben er scheid aan. Goed. En zo slaan we lekker het seizoen af. Hey? Wat bedoel ik? Gepaste dronkenschap. Kut.